Het is wel een bekend beeld in de buurt dat je een hoop toeristen uit de trein ziet komen. Die allemaal lopen te zoeken van waar zijn die molens nou. En wij hebben gedacht om die mensen iets aan te bieden. En gelijk wat meer van de buurt en van de historische punten in de omgeving te laten zien. Sinds 18 mei rijdt in Koog aan de Saan en Zaandijk een ware Saanse schansexpress. Een bus die een verbinding biedt tussen toeristische plekken in de regio. Enkele buurtbewoners vinden de bus maar niets en hebben er alleen maar overlast van. Ik vind het initiatief op zich hartstikke goed om op die manier het toerisme te bevorderen. Ik vind alleen dat de Saanse Schans Express in deze vorm voor deze wijk een belastingvorm die we niet kunnen hebben. De bus is van een dermate omvang en de straten zijn dermate smal dat hij hier eigenlijk helemaal niet langs kan. Ook zijn er klachten dat de bus door straten rijdt waar geen vrachtverkeer mag rijden. Hoe kan zo'n grote bus daar dan wel doorheen rijden? Ja, dat is de Wegenverkeerswet. Het is verboden voor vrachtwagens, maar daar mogen touringcars of bussen mogen daar wel doorheen. Er zijn klachten van bewoners dat de bus zonder vergunning al wel in gebruik is. Hoe is dat mogelijk? Als we alleen kaartjes zouden verkopen voor heen en weer, dan zou dat concurrerend met Connection zijn en dan zou er een ontheffing nodig zijn. Die hebben we wel aangevraagd en het dagelijks bestuur heeft al aangegeven dat ze die willen verlenen. En er is alleen nog een ter inzageleggingsperiode nu. Waar ergert u zich het meest aan? Nou, ondertussen aan het van het kastje naar de muur gestuurd worden als je probeert te achterhalen hoe het mogelijk is dat deze bus hier rijdt. Zowel de ingangsdatum ligt veel verder. Er zijn halteborden geplaatst. Nou, daar schijnt overleg met de wegbeheerder voor nodig te zijn. Of dat heeft plaatsgevonden is nergens terug te vinden. Ze hebben een routekaart ingediend bij een aanvraag die niet klopt met de daadwerkelijke route die ze rijden. Dus het rammelt aan alle kanten. Gaat u nog stappen ondernemen? Ja, ik wacht nu even af. Ik heb zojuist weer met de gemeente Zaanstad gesproken. Daar is weer het een en ander naar de ambtenaren toe gegaan. En anders denk ik dat ik de stadsregio ga aanschrijven dat er niet conform de aanvragen wordt gehandeld.